Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is dinsdagochtend. Ik ben me even aan het klaarmaken. Want ik ga vandaag, zometeen, eigenlijk zo gaan, Zoetzuur, een aflevering filmen met Marije Zuurveld voor Concentrate. Volgens mij laat ik letterlijk altijd iets vallen als ik aan het vloggen ben. Maar goed, en het is echt bloedje heet weer vandaag. Ik heb dit spul. Je haar wordt er echt vet van, maar ik vind het wel fijn. Van Ivo Love Touch Shine Spray. Maar mijn haar is best wel droog van al het verven. Dus ik vind het niet zo heel erg. En ik ben nog steeds mijn haar aan het stijl maken. Want dat vind ik toch wel. Het scheelt heel veel tijd. En ik vind het toch wel iets mooier. Ik begin deze vlog echt met lekker veel geouwehoer. Maar jullie zijn waarschijnlijk niet anders gewend. Anyways, dus dat ga ik doen. Ik ga even de make-up afmaken. Spullen pakken en ik zie jullie zo. Hey! Oké, ik ben gezellig met Marije. Hallo! Cosmo. En we zijn aan het filmen dus voor Concentrate. En als deze vlog online staat, dan is dat ook al online. Dus ik zal hieronder even een linkje naar de video posten. We zijn voor Zoetzuur aan het filmen. En ik heb heel erg geluk, want ik had een zure bal. Sweet. Ja, maar ik weet nog niet wat we gaan doen. Nee. Dus dat gaan jullie nog wel zien. Wij hebben net echt iets superleuks gedaan. En we zijn klaar met filmen. Dus gaan kijken. En we gaan nu zitten. Eindelijk. Zitten wij iets te praten. Juicy. Juicy? Juicy. Juicy. En gaan tosties eten. En we hadden net gemogen op chips. Maar die hebben we echt binnen 1 seconde opgegeten. Oh, guys. Ik ben weer thuis. Ik weet niet waar ik last van heb, maar ik ben zo moe. Ik moet over een half uurtje Olivia halen. Ik denk dat ik echt een half uur vermogen die ga doen. En haar ga ophalen. En ik heb mijn telefoon weggebracht. I'm without my phone. Ik kan hem voor 3 uur ophalen. En dan, kijk hoe slecht mijn huid is. En dan is hij gemaakt. Ik ga mijn make-up eraf halen. Want ik had een nepbimper op. 1 ook echt. Ja, mijn huid is slecht, dus make-up eraf. Slapen, ik zie jullie zo. Ik heb Olivia van de crash gehaald en ik heb net al haar staartjes uitgedaan, dus haar haar zit echt super wild. Wat ben je aan het doen? Even in de zak doen. Even in de zak doen. Olivia, heb je een leuke dag gehad? Ja. Oh, goed zo. En gaan we zo lekker slapen? Ja. Oké. Okay. Vroeg. Het is echt vroeg nog, hè? Ja. Voor ze om niet te slapen. De vorige keer even later. Nu ga ik hem meenemen. Oké, nou veel plezier. Je moet eerst de deksel erop doen, hè? Die. Met dit? Ja. Even jou. Kijk, een van jou is weg. Hey guys, het is today donderdag. En Sander is terug uit Amerika. Die heeft een beetje een jetlag, die heeft net geslapen. En we hebben net iets gefilmd voor de Linda, als het online komt. Ik zeg altijd, als het online komt, ga ik het in de vlog zeggen. Er komen echt heel veel leuke dingen online. En ik een beetje studieontwijkend puberaal gedrag vertoond vandaag. Want ik moet honderden pagina's script lezen voor de film die ik morgen ga beginnen met filmen. Ik ga je natuurlijk morgen ook meenemen naar de set. Volgens mij mag dat wel deels. Maar ik ben nu thuis en ik moet nu echt gaan beginnen met lezen. Let's do it. Hoe was je reis? Voel je je? Ja, goed. Dat is zo nice. Dat house project is gewoon, ja, het is just in New York, moet je even erbij zeggen. Oh sorry, in New York is zo leuk. Elke als ik dat terugkom, dan ben ik echt weer een maand helemaal zoet. Volgestopt met inspiratie. Echt nice. En LA was super leuk. Maar ik ben heel blij dat je hier bent. Ja, yeah. So, let's get to work. Let's get to work. There we go. Het script. Ik mag het niet laten zien. Heel veel pagina's. Let's do it. Oké, even klaar. Ik heb even die tekst doorgelezen, maar het was heel weinig. Dus, dat is chill. En ik moet ook outfits meenemen daar naartoe.
Dat is zo buiten adem. Dus die ga ik eventjes ook bij elkaar pakken. En we gaan zo eten. Sander is aan het koken. Die wilde zalm maken. Dus dat zij aan het doen. Dit is trouwens wat ik aan heb vandaag. Dit rokje is van Storage. Dit is een vintage shirt uit LA. En dit zijn mijn kettingen. Oh. Ja, en op de achterkant. Oké. Dwight. Staan dingen, maar lukt me niet om te laten zien. Ja. Nog een keer. Nog final. Time. Dus nog een keer. Dan zou ik maar bubbelen. Hey guys, het is vandaag zaterdag en wij zijn in de auto. Yes. Onderweg naar Parijs en No kids. En ik moet eventjes, het is een hele chaotische vlog denk ik tot nu toe. Want ik had vorige week elke dag filmdagen. Of voor de film of concentrate. Ik heb allemaal dingen gedaan. En eigenlijk mijn vlogcamera bijna niet meegenomen. En ik wilde hem heel graag meenemen naar die eerste dag op set. En dat was ik ook nog eens vergeten. Dus toen heb ik eigenlijk besloten van oké, ik kan nu wel de vlog gaan vullen. En zondag een vlog uploaden. Maar ik dacht, ik ga dat gewoon niet doen. Want dat vind ik zonde. Want ja, ik vind het belangrijker om leuke content te uploaden. Dus ik dacht, ik sla hem gewoon een keer over. Dus hope you guys don't mind. Maar dat is de reden waarom ik weer terug ben. En waarom ik weg was. Dat was de reden waarom ik weg was. En ja, ik zit even te denken wat ik kan vertellen. Ja, ik ben dus onderweg naar Parijs. En daar gaan we 24 uur naartoe voor lols. En Olivia die slaapt bij mijn moeder. Het is voor de eerste keer dat ze daar slaapt. Dus het was spannend, maar ook weer niet. Want volgens mij is het daar echt super leuk. Denk je niet? Nee, toen we weggingen was het echt... Ja. Doei! Goodbye, see you never. Ja. Ja. Plus oma had zich echt zo goed voorbereid. Het was een scala aan entertainment. Dus super cool. Ja. All good. Dus ja. Dus nu gaan we jullie gezellig meenemen naar Parijs. En wat we daar gaan doen. Uiteraard. Hoe heette dat feest dat we net gezien hebben? Oh ja, we zijn met de auto naar Parijs. En we rijden dus door België. En we kwamen net bij een tankstation. En er was echt... Er waren zulke bizarre mensen, die waren echt crazy gekleed. Zo'n soort van carnaval on speed. Ja, dat was echt wel wat. Heten. Ja, ik weet dat het woord. Voor Belgische mensen die kijken, het is op een camping of zo. Ja, op een camping. Maar het zag er zo leuk uit, I wanna go basically. Oh, ik niet. Ja, ik wel. En dan wil ik me verkleed als Post Malone en dan bier drinken. Bier drinken, oké. Okay. Ik ga dat een keer met Thomas doen, denk ik. Ja, die vindt dat wel je doel. Ja, dat ik ben dat niet. Ja. Dus ja. Nou, dus we gaan gewoon de vlog weer verder en dan hoop ik dat die een beetje leuk wordt. Wij zijn aangekomen in Parijs en ik ga een roomtour doen van het hotel. Alleen de bagage komt nu, maar goed. We're still gonna do it. Daar is Sander, zo kom je binnen in het hotel. Dit is de hal. En het hotel heet Le Meurice, waar we verblijven. Dit is onze woonkamer. Ik vind het echt super mooi. Kijk. En ze hebben allemaal dingen klaargezet. Ze hebben hier een hele bekende pastry chef. En die maakt dus fruit na. Dus dat gaan we zo eten. Dus dat. Dit is een van de balkonnetjes. Ze hebben trouwens een kermis nu hier. Maar dat zal ik straks even laten zien. En dan als je hier doorheen loopt, dan heb je een slaapkamer. Die ziet er zo uit, ook super mooi. En hier een balkonnetje. En dan heb je hier de gang met de wardrobe. Die is hier. Hier ben ik. Ik heb mijn auto-outfit nog aan. Gorgeous. En hier, if you're into marble, de badkamer. Echt mooi trouwens. En hier denk ik douche en wc. Ik hou echt van twee wasbakken. Dus dat is het. Noor is het weer voor elkaar, de mooiste kamer van het hotel.
We hebben wat eten besteld. Wat heb jij besteld, lief? Ik kon niet meer wachten. Frietjes, brood. Zijn dit kaas, cheese dingen? Ja, toch? Klopt. Cheese, blinis. My fries. Die had zo lekker hier. Wat hebben we voor olie besteld? Oh, ik moet olie. Ik wil niet over olie hebben. Noor heeft het echt letterlijk. Geen geintje. Elke 12 minuten over. Oké, olie. Jij zit er gewoon in een soort van... Obsession. Spasm. Een reflectie die altijd van naar je kinderen... Volgens mij is dit het eerste weekend. Zonder kinderen en 600 kilometer van huis in forever. Is dat zo? Nee, want ik ben wel nog naar Cannes. Zijn we samen nog geweest? Florent. Daar was je dan niet bij, maar... Eigenlijk altijd zonder kinderen. Every month. Ja, ik ben meer zonder kinderen dan met. Je bent de hele week nog weg geweest zonder olie. Nee, ook in mijn samen, toch? Ja, we zijn in Cannes nog Nee, maar we gaan niet echt, zeg maar, drie keer in de maand alleen weg. Ik heb me even omgekleed. Het is ook wel licht. Ik heb deze oversized shirt hier aan. Misguided. En we gaan even een beetje rondlopen en dan gaan we varen zo meteen. Het is echt super lekker weer en in Nederland regent het. Dus dat is sowieso wel een win. Wij zijn van de boot. Het was echt zo vet. Ik heb dit wel één keer gedaan. Dat heb ik ook gevlogd toen ik een keer op een persreis was met Moët en Chandon. Maar dat was echt een kwartiertje of zo. Nu ben ik echt 2 uur, nou wel langer, 2,5 uur zo op de boot geweest. En het is best koud. Tenminste, het is super lekker weer. Het was 22 graden in zon. Alleen op de boot was het wel fris. Maar zoals jullie zien ben ik echt gekleed in winter outfit. En ik wacht even op Sander. En we hebben nog een leuke foto gemaakt. Alleen allebei onze telefoons zijn op, want we hadden onze telefoons niet opgeladen. En ons hotel is volgens mij echt 6 kilometer hiervan vandaan, dus we kunnen geen Uber bestellen. Dus we gaan nu lopen. En dan misschien komen we dan een taxi tegen. En als we er stonden, kunnen we een dik uur lopen, maar dat is cool. Hey San. Hey schat. Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Wel te rusten. Wat is het? Sander! Wanda! Waar ga je naartoe? Naar onze kamer. Waarom? Dat is waar we wonen. Tas, ik zag je zonder tas, ik zag je zonder tas. Wij zijn weer terug in het hotel. En ik ben niet scherp. Daar ben ik. Ik heb rode wangen. Oh my god, ja. Wat is er? Mijn blouse is terug. Oh my god! Ligt in New York. We're back at the hotel, so what happened? Well, basically, I was in New York, like, fucking like 6 days ago. No, I don't want to know about the shirt. I want to like, know about what I happened lost, like, with a shirt, taxi. Like, and, like, I texted your brother, and I was like, listen, dude, I, like, missed a shirt. And he was like, yeah, I found it. So that's what great. Happened with the taxi, because I told them, like, we weren't sure if we were going to get a taxi or we had to walk all the way back. Well, we walked. Anyways, we're back. I got the hotel. We found a taxi. En we gaan nu slapen. Jij gaat mijn make-up eraf halen. And then it's time to hit the bed. Good morning. Ik heb zojuist mijn beelden gewist van gisteravond. Gewist? Ja. We zijn dus gaan varen omdat we dronken waren. Weet je dat niet meer? Oh my god, ja, tuurlijk weet ik dat. We waren naar de, dus met de boot gaan varen. En toen zijn we terug. Maar je hebt de beelden daarvan van de vlog heb je gewist? Die heb ik verwijderd. Ik lijk echt een halve debiel. Oké. Okay. We hebben echt heel weinig geslapen. Ja, echt zo lang voor de weekend away 7 uur. To sleep. Ik heb echt geen 7 uur geslapen. Ik keek in mijn klok toen 2 uur was en ik werd wakker om 7:20. Dat is 5 uur en 20 minuten. Ik slaap meer als ik met Olivia ben. Anyways. Dus we gingen een taxi vonden naar de boot. En toen zijn we naar het hotel gaan, zijn we naar de bar gaan. Dus een hele leuke bar. Ze gaan drinken. Toen was ineens de hele kast van Game of Thrones er. Ja. Dat was super grappig. Dat wisten wij alleen niet. We hadden die mensen leren kennen in de bar. Dus gingen we naar buiten om iets te doen. Met hun. En toen ineens stonden er mega veel mensen om handtekeningen te vragen en zo.
En laatste geval, dat was gisteravond. En nu zijn we beneden. We gaan nu ontbijten. Dit is echt de gekste ontbijtzaal die ik ooit in mijn leven heb gezien. Kijk nou. Wat ik heb voor mijn avocado toast. Wist je dat dit het favoriete... Wat zeg je? Een wegstaar. Okay. Moet je misschien even zo doen. Wist je dat dit het favoriete restaurant van Salvador Dali was? Nee, sorry, dit is het favoriete hotel van Salvador Dali. Nee, maar dat is echt oprecht waar. Die heeft hier gewoond. En die gek die was zo crazy. Dus de legende over wat hij hier allemaal bestelde terwijl hij hier woonde. Want de beste man had natuurlijk best wel een beetje geld. Ik hoorde één verhaal, Noor, dat hij op een gegeven moment echte schapen vroeg omdat hij niet kon slapen. True story. Noor is echt alleen maar naar filmpjes aan het kijken van Olivia. This is kind of like what I look at all day long. En mijn telefoon die niet doet. Ja, maar dat is zo frustrerend. Als je dus twee keer of drie keer je glas hebt laten kapotvallen van je telefoon, dan op een gegeven moment dan doet hij het gewoon niet meer. Dit is zo mooi. Kijk dan. Ik zie daar ook een hele knuffel. Anyway. Had ik al verteld dat dit het favoriete hotel van Salvador Dali is? Was. Kijk dan. Ik ben alleen maar aan het luisteren naar die kleine. Ik vond het zo mooi doen. Zitten we weer. Weer. Wel een hele grote plannen over wat we gingen doen. Maar uiteindelijk. We geslapen na het ontbijt. En toen weer eten besteld. Dus daar gaan we weer. Ik heb een sandwich. Oh, we hebben dit keer wel mayo erbij gebracht. Wat lief. De leven. Kijk. Oké. Wij zijn ingepakt en we zijn weer onderweg. To Amsterdam. En we gaan naar huis rijden, naar Olly. Ik ga Olly ophalen. Ik heb haar echt zo gemist. Ik kan niet wachten om haar weer te zien. Ook al was het maar één nacht. Dus ja, let's go. Hey guys, good morning. Het is maandagochtend en ik ben net op de set aangekomen van de film First Kiss. En deze girls in de make-up aan doen. En deze is ready to go, right? Je bent al klaar, toch? Heb je outfit aan? Ik weet niet, moet misschien nog de Justin opstaan. Oh ja, dat mag waarschijnlijk niet. Ja. Ja, dus komt anders aan. En wij hebben vrijdag al gefilmd en met jullie is de eerste dag. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Het is heel veel, het mooie ook. Guys, I'm ready. I'm so ready for my first shot. Ja. You can do it. Ja. You guys can. Oh. Nee. Wij zitten erin. Het is dus echt heel veel. Je doet eens zo'n scène wat we net deden, doe je gewoon letterlijk 15 keer of zo. Nee. Oh, top. It's gonna be amazing. Met jullie videoclip. Ja, toen moesten we ook echt 10 keer zo aan die kant en aan die kant en aan die kant. We mochten pas aan het eind van de dag zwemmen. Maar echt, pas de hele tijd. Oh ja, want jullie haar mocht ook niet nat worden voor die... Dit is echt het harde leven. Dit is gewoon... Jullie hebben zo'n kut leven. Het was zo vermoeiend om daar in de zon te staan. Ja, en dan mocht je gewoon niet zwemmen. Like, nee. What is this for job? Ja, how did I end up here? Like, am I a slave? Ik ga niet weg. Ik ben er klaar. Hey guys, het is dinsdagochtend. En ik heb gisteren niet meer gevlogd op de set. Want we hebben voornamelijk gefilmd. Ook tot best wel laat. Oh, ik zie er echt mooi uit. En ja, maar ik wil wel even de vlog afsluiten. Sorry, er is zondag dus geen vlog online gekomen. Maar ik heb iets uitgelegd waarom in de vlog volgens mij. En zondag komt er wel weer gewoon normaal een vlog. Dus alvast heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. En dan zie ik jullie zondag weer.